Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een video die in het teken staat van Back to School. En dus begint vandaag ook officieel de Back to School season van 2018. Dus ik heb al een paar leuke ideetjes voor mijn Back to School video's van dit jaar. Ik weet niet precies hoeveel Back to School video's ik ga maken, maar ik probeer zoveel te maken omdat het ook altijd wel goed aansluit. En jullie vinden het ook volgens mij wel leuk. Dus laat me weten als jij excited bent voor dit Back to School seizoen. Vandaag heb ik voor jullie een Back to School haul. En dat houdt in dat ik jullie mijn gekochte spulletjes laat zien voor het nieuwe schoolseizoen. En ik heb gisteren wat spulletjes gekocht. Ik ga dit jaar naar het vierde en ik doe TL. Dus ja, het is voor mij een gewoon best wel makkelijk om eventjes wat te kopen en zo. En het is allemaal voor mij niet meer zo belangrijk en zo. Dus ik denk volgens mij kijken er wel veel mensen die of naar de tweede gaan of naar de eerste. Dus daarom ga ik ook daar voor dit jaar ook wat video's maken. Zodat de mensen die naar de brugklas gaan ook een beetje weten hoe alles gaat lopen. Dus ik ga dat aan jullie laten zien. En laten we maar gewoon snel gaan beginnen. Oké, nou als allereerste even een disclaimer. Misschien zag je het al wel aan mijn hand. Ja, ik heb iets met mijn hand. Misschien weten de kijkers die mij al wat langer kijken dat ik vorig jaar mijn been heb gebroken. Maar ik ben wel helaas van mijn fiets gevallen, ongeveer een weekje geleden of zo. En daarom heb ik dus een verbandje om. En ik denk gewoon dat het gekneusd is. Het gaat nu alweer een stuk beter gelukkig, maar dan weten jullie ook eventjes wat hier mee aan de hand is. Dus ja, het is niet heel erg of zo. Het is gewoon een kneuzing, denk ik. Ik heb hier een tas vol met allemaal spulletjes. En dit is niet mijn nieuwe tas of zo. Ik heb deze tas een jaartje of zo. En ik vind het een leuke tas. En voor de mensen die willen weten waar mijn tas vandaan komt. Hij komt gewoon van de Eastpak. Wat een hele goede en stevige rugtasmerk is, vind ik zelf. Dus ja, ik heb een Eastpak. En zoals je kan zien heb ik al wat rolletjes hier. Dus ik heb gewoon een tas en ik ga daar gewoon in grabbelen. En dan ga ik gewoon om de beurten jullie laten zien wat ik dus heb gekocht. Nou, laten we beginnen met het kafpapier, want dat zag je al wel. Ik heb 3 verschillende kleuren voor dit jaar. Allereerste heb ik deze. Deze had ik nog van vorig jaar. Maar deze had ik dus nog. Het is gewoon een hele mooie blauwe kleur. Hele mooie felblauwe kleur. Ik hou best wel van dit soort felle kleurtjes. Dus ik heb deze nog. Dan heb ik de 2 die ik van wel dit jaar nieuw heb gekocht. Allereerst heb ik deze. En zoals je kan zien is het met van die palmboombladeren. Ik vind het altijd wel mooi staan. Ik vind het altijd wel wat Tumblr-achtig hebben, zeg maar. Dus ik heb zo'n 1, want dat was gewoon eigenlijk de leukste die ik zag bij de Action. Dan heb ik ook nog deze. En dit is een beetje van dat, ja, een beetje oud roze-achtig. Een beetje peach kleur of zo. Dan gaan we door naar het volgende. En dat is gewoon iets zo erg simpels. Dat is deze Tipex. Ik heb deze Tipex van de Action. Ik weet niet. Ik heb deze eigenlijk nog nooit gehad om eerlijk te zijn. Ik had het altijd van een ander merk, maar het was gewoon lekker goedkoop. En ik dacht, ik neem deze gewoon mee. Tipex, ik had dat nog niet gekocht toen ik naar de eerste ging. En je moest het eigenlijk wel kopen. Dus Tipex is wel ook heel erg handig. Je kan ook een andere Tipex kopen, wat niet vloeibaar is. Maar bij mij werkt vloeibaar wel het beste. Want bij mij gaan al die andere Tipex dingetjes allemaal kapot en zo. Dus ja. Dan heb ik hier van die lekkere basic stickers. Van die etiketten bedoel ik eigenlijk. Dit zijn mijn etiketten en ze komen van de HEMA. Met gewoon blauw en roze en wat donkerroze. En nog een beetje donkergroenachtig.
En hier zitten 24 etiketten in. Dat is wel heel erg chill. Dat zag ik eigenlijk zo helemaal. Ik vond wel echt bij de HEMA dat het dit jaar wel echt leuk was. Dat vond ik wel. Dus als je nog geen schoolspullen hebt gekocht en je houdt gewoon een beetje van dat wat nu een beetje van die trends zijn. Van die trendprintjes, weet je wel. Dus dan zou ik zeker naar de HEMA gaan. Dan heb ik ook nog een agenda. En ik gebruikte vorig jaar wel mijn agenda om een soort van reden, zeg maar. Als ik die reden niet had, dan had ik waarschijnlijk er niks in gedaan. Maar ja, ik had toch wel eventjes een nieuwe agenda gekocht. Want ik denk dat ik hem toch alweer moet gebruiken. Of ja, moet. Maar het is altijd wel handig. En ik heb deze van de HEMA deze keer. Het kostte best wel wat geld, vond ik zelf. Maar ja, ik dacht, dit is wel een van de leukste die ik zag, zeg maar. En er staat op, today is the day, als je kan zien. En ja, met van die streepjes en stipjesachtige dingetjes. En ik ga ook even laten zien hoe het er van binnen uitziet. Het ziet er zo uit en je hebt allemaal verschillende kleurtjes. Het is wel lekker basic, maar ik vind het wel gewoon een leuke agenda. Ik had ook nog deze pennen gekocht. En dit zijn wel een van mijn favoriete pennen. Want deze komen namelijk van het merk Bic. En deze vind ik wel echt het lekkerste schrijven eigenlijk. En ze zijn wel hard, maar toch, het voelt gewoon altijd wel fijn om met deze te schrijven. En ik had nog eventjes van deze nieuwe, hoe heet dit? Oh ja, van die markeerstiften gekocht bij de Action. Ze gaan op zich best wel snel op, maar ja, ze zijn gewoon lekker goedkoop, dus hey, waarom niet? Oh! Nou. Dat was alweer alles wat ik dit jaar heb gekocht. Ik weet dat het is lekker weinig, maar ik had nog wat spulletjes over van vorig jaar. En ik zag ook niet echt verder leuke schriftjes of zo. En voor de mensen die vorig jaar ook mijn back to school haul hebben gezien, die weten wel dat ik deze schriftjes had gekocht. Ik had van deze schriftjes gekocht, van die bruine. En waar ik dan meestal gewoon wat stickertjes of washi tape op plak om het iets vrolijker te maken. En ik had ook nog een blauwe en een... En ik had ook nog van deze roze en blauwe schriftjes. En deze kwamen ook van de HEMA. Dus ja, deze ga ik gewoon weer opnieuw gebruiken. Etiketten die had ik vorig jaar gekocht. Ik weet niet of ik deze opnieuw ga gebruiken, maar ja, als ik het leuk vind. En deze washi tape had ik dus vorig jaar gekocht. Deze kwam volgens mij van de Action. En het is ja roze en nog met strijdjes of zo. En roze met blauw. En als jullie benieuwd zijn naar mijn etui. Dit is mijn etui die ik vorig jaar had gekocht. Er staan flamingo's op. En ik vind het wel vrolijk eigenlijk. Dus ja. Dus dit was alles wat ik voor dit jaar heb gekocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan zeker nog een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En op het belletje te drukken naast de abonneerknop. Zodat je niks van mijn video's mist. En deel deze video ook dan zeker met je vrienden, familie en kennissen. Die het wel leuk zouden vinden om mijn hoofd op YouTube te zien. En laat ook zeker als je nog leuke back to school video ideetjes hebt. Laat ze zeker achter in de reacties. En misschien gebruik ik jouw back to school ideetje wel. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei doei!